allemaal. Mijn naam is Diede Bongertman en ik wil jullie graag meenemen in mijn verhaal aan de hand van mijn lievelingssprookje. Ik hoop dat de meesten van jullie bekend zijn met Roald Dahl. Mijn lievelingssprookje, nee, het aller lievelingssprookje van sinds ik klein ben, is het verhaal van de grote vriendelijke reus. Ik zie een paar knikkende gezichten. Voor wie het niet kent, de grote vriendelijke reus is een reus, lange, tengere man, praat een beetje gek, is ook een beetje op zichzelf. Dat komt omdat de andere reuzen niet zo tof zijn. Die nemen hem niet zoals hij is, maar daar heeft hij lak aan, want hij heeft een missie, namelijk verhalen verzamelen. Hij verzamelt die verhalen, stopt ze in een pot in zijn grotachtige huis. En dan gaat hij 's nachts op pad en dan fluistert hij in de oren van slapende kinderen een verhaal, zodat zij lekker wakker worden de volgende dag. En dan is het een nieuwe dag. Dan is hij er niet meer. Maar dan staan zij toch op met een lekker gevoel. Dat sprookje is iets wat ik mijn hele leven bij me heb gehouden. Vooral 's nachts. 's Nachts lag ik vaak wakker, want thuis werd te veel geruzied. Het ging over het gezin. Het ging over wat de een tegen de ander deed. Wie heeft er gelogen? Wie heeft er bedrogen? Wat gaat er eigenlijk allemaal niet goed? Hoe gedoemd is ons leven eigenlijk niet? Het komt niet meer goed, al die jaren geleden. Echt superveel gedoe. En daarin speelde geld ook een hele grote rol. Geld was altijd een probleem. Nou, als dat werd besproken, lag ik 's nachts wakker in mijn bedje als een soort super tikkende tijdbom met al mijn energie. Ik maak altijd grapje dat ik een heel temperamentvol karakter heb. Nou, dat is ook zo. Maar je kunt je voorstellen als je zo meegaat in die verhalen dat je gewoon heel erg gespannen wordt. En ik had voor mezelf, dacht ik, nee, maar wacht even. Die grote vriendelijke reus, die laat zich ook niet kennen. Wat die reuzen ook zeggen, hij blijft gewoon oké, want hij heeft een missie. Dus ik heb mezelf altijd voorgehouden, ik ben gewoon de moeite waard. Ook als ik wakker werd en super gespannen werd, ik ging naar school, ik zag mijn vriendinnen, dan stapte ik nog met dat idee het klaslokaal in. Want je moet toch ook jezelf een beetje op de been houden. Want natuurlijk dacht ik eraan, hoe kom ik thuis vanmiddag? Want elke dag is anders. Je weet nooit hoe je thuis komt. Is het een goede dag? Is het een minder goede dag? Maar ik dacht altijd, nee, de grote vriendelijke reus liet zich ook niet kennen. Maar je neemt het toch mee naar school. En ik werk heel hard, ik ben nog steeds een workaholic, maar het ging me niet makkelijk af. Wiskunde, ik ben een beelddenker, nou, dat ging natuurlijk helemaal niet goed. Dus ik haalde helemaal geen goede cijfers. Economie moest ik laten vallen, want dat was ook niet mijn ding. Bij kunstgeschiedenis tekenen had ik ook weinig ideeën. Dus het was een beetje de vraag of ik het niveau van VWO wel ging halen. Maar ja, ik wou gewoon VWO doen. Mijn broers deden VWO. Iedereen doet VWO. Ik kan ook VWO. Alleen ik kon me niet concentreren. Want als ik 's ochtends op school kwam, dacht ik aan de woorden van die nacht. En als ik 's middags thuis kwam, dacht ik, hé, hoe gaat het vanavond? Maar goed, ik ging VWO halen. Examen komt eraan. Maar mijn ouders gingen ook uit elkaar. Dus mijn ouders gingen uit elkaar en we hadden geen huis meer, want die werd verkocht. Dus we moesten ook verhuizen. Alleen, bij vrienden, familie, iedereen ging een andere kant op. En mijn huis, ons huis, werd een kamer. Mijn kamer werd een doos en, nou ja, waar de fotoboeken gebleven zijn, dat is nog maar de vraag. Maar ik had ook een vriendje en ik had vriendinnetjes. Ik wilde uitgaan, drinken, roken. Wat je allemaal doet als je 16 bent. Je moest een opleiding gaan kiezen, daar was ik natuurlijk ook al heel lang mee bezig, want dat wist ik eigenlijk niet. Maar ja, ik had wel VWO gedaan, dus ik ging naar de universiteit. Maar mijn ouders waren ook gescheiden en ik was zelf een beetje een zooitje. Want de een zei dat, de ander zei dat. Je valt nog binnen allerlei regelingen, dus het gaat ook heel erg over geld. En je bent jong. En als je jong bent, hebben de reuzen, de volwassenen, die weten gewoon wat goed is. Dus die weten wat jij nodig hebt. Dus je gaat van hot naar her alle kanten op. Maar je moet ook je examen maken. En wiskunde was nog steeds niet mijn sterkste kant. Ik had volgens mij mijn derde 4 gehaald, een paar weken voor dat examen. Nou, dus de stress die begon echt op te komen. Maar op school, niks aan de hand. Het ging gewoon goed. Ik was gewoon lekker aan het werk, maar als ik thuis kwam, dan was het die tijdbom. Dat temperament wat naar boven kwam. Ik scheurde de boeken kapot. Mijn grafische rekenmachine die vloog van de ene kant naar de andere kant. En ik ontplofte om het minste of het geringste. Ik was echt geen lievertje. Ik denk dat ik bijna iedereen in mijn omgeving wel ergens voor heb uitgemaakt. Maar ik ging wel mijn examen halen, want
ik ging toelating doen voor de kunstacademie. Want ik kwam erachter, die universiteit, dan moet ik ook weer heel erg in die theorie duiken. Maar ergens wilde ik ook mensen helpen. En ergens dacht ik, ja, maar ik heb ook wel heel veel fantasie, want ik teken heel veel, dus dat is superleuk. Dus ik was eigenlijk continu bezig met, wat moet ik eigenlijk allemaal doen? Nou, dat merken ze natuurlijk ook op school, en je moet examen doen. Dus ga maar naar een praatgroep. Ik denk dat jou dat heel goed gaat helpen. En ontmoet ook meteen een maatschappelijk werker. Want dat is denk ik wat je nodig hebt, Diet. Gewoon even iemand bij wie je verhaal kwijt kan. Ja, oké, is goed. Ik weet het niet. Ik wil dat examen halen. Nou, maatschappelijk werken ging ik mee aan de slag. Binnen een bepaalde tijd ging ik een paar opdrachten doen en dat zou me er helemaal doorheen helpen. En bij de praatgroep ging ik het hebben over wat ik had meegemaakt. Nou, dat werkte averechts. Want bij de praatgroep hoorde ik verhalen die ik al lang en breed had meegemaakt. Dus ik ontfermde me als een soort van coach over die andere meiden. En een maatschappelijk werk, ze heb ik uitgemaakt voor allemaal dingen omdat het niet is wat ik nodig had. Het was eigenlijk iets wat ik niet nodig had, namelijk een opdracht of iets wat je nog moet doen. Want je bent ook aan het nadenken over, dat huis waar ik woon is eigenlijk niet mijn thuis. De volwassenen om me heen zijn ook allemaal een beetje in de war. Ik moet een opleiding gaan doen waar ik nog toelating voor moet gaan doen. Dus eigenlijk ben je continu jezelf aan het soort van uitvinden. Maar daar had ik ook geen tijd voor, want ik moest het examen halen. En ik weet nog dat ik een paar weken voor het examen mijn grafische rekenmachine in de klas naar de muur heb gesmeten. En toen kwam een docent naar me toe. Toen zei ze, Diet, wat is er allemaal aan de hand? Maar daar gaan we het niet over hebben, want ik moet de toelating doen en ik moet een huis vinden. Goed, complete chaos. Ik was aangenomen op de kunstacademie. Dus ik dacht, chill. Ik kan alles achter me laten, ik ga lekker op mezelf wonen, ik ben 18, ik fix die shit. Maar toen begon het feestje pas. Toen kwam ik erachter, alles waarvan ik dacht dat ik er verstand van had, dat is helemaal niet waar. Want als je op jezelf gaat wonen, moet je ook boodschappen doen. Moet je geld opzij leggen, want er komt een studiereis aan. Collegegeld moet betaald worden. Eigenlijk wil je niet lenen. En je doet ook kunstacademie. Dus, je moet zelf je pad maar gaan kiezen. Dus toen kwam ik mezelf pas echt tegen. En jullie denken dat dat al zo was, maar dat was niet zo. En ik ging die studie doen en ik regelde het geld wel. Ik stond rood op mijn bank, maakte allemaal niet uit. Want ik was er gewoon. Ik ging het namelijk halen. Ik heb namelijk mijn VWO-examen ook gehaald. Wiskunde heb ik ook net gehaald. Die rekenmachine doet het nog. Dus dan ga ik die kunstacademie ook wel redden. En ik weet nog, ik zat in de derde. En ik had 2 semesters, niet zo lekker gewerkt. Mijn beoordeling is ook een soort TEDx. Dan ga je ook jezelf verantwoorden. Ging ook allemaal niet zo lekker. En mijn docent, ik had een gesprek met hem. Hij zegt, yo Diet, wat doe jij hier? Dus ik zeg, studeren. Dat was ik al 3 jaar aan het doen. Nee, maar Diet, even serieus. Wat doe je hier? Dus ik bij mezelf nagaan. Ik denk, hij was niet bij mijn toelating, dus hij weet sowieso niet wat ik hier kom doen. Maar waarom vraagt hij dat eigenlijk? Hij gaat mij toch aan een diploma helpen? Dus ik zeg, dat weet ik niet. Ik kom hier studeren. Dus hij zegt, ik heb echt geen zin meer in jou. Volgens mij kun je beter gewoon naar huis gaan. Je hebt lage cijfers. Je bent super gestrest en gespannen. Je bent niet ontvankelijk voor feedback. Daar reageer je heel heftig op. En de ideeën die jij eruit rolt, volgens mij kun je beter gewoon meteen gaan googlen. Je bent geen ontwerper aan het worden. Je bent een soort... Je zegt, ik weet niet hoor, maar ik ga over een paar jaar met pensioen. Wat kom je hier doen? Nou, je raadt het al, daar begreep ik natuurlijk helemaal niks van. Dus ik ging naar huis, ik was echt... het was echt een soort bom die gevallen was. Ik had een fles wijn, deur op slot, fles wijn opgedronken, kwasten, stiften, alles vloog door de ruimte. Vriendin kwam thuis, die wou de deur open doen, dat lukte allemaal niet. Ja, ik zat er helemaal doorheen. En dat duurde niet een avond, dat duurde echt al wat weken. En ik ging wel gewoon naar school. Want ik kom gewoon A tot Z, hè. Ik maak die shit gewoon af, ik ben er gewoon. Maar ik was echt een zooitje, ik wist het gewoon niet. Ik was echt zo flabbergasted. Ik dacht, ben ik eindelijk op de plek waar ik wil zijn? Gaan ze zeggen dat ik naar huis moet? Hij gaat me toch helpen? Nou, dat heeft even geduurd. Toen heb ik gekozen om een tussenjaar te nemen. Dat heb ik natuurlijk niet helemaal, is niet helemaal vanzelf gegaan.
Maar ik dacht, ik ga een tussenjaar nemen. Want als ik op deze manier doorga, want ik ga het heus wel redden, dat is altijd al geweest, dan heb ik een diploma waar ik waarschijnlijk niet zo heel blij mee ben. Want dan heb ik werk gemaakt waar ik allemaal 5 voor heb. Dan weet ik eigenlijk niet meer waarom ik voor dat hele vak heb gekozen. En dan heb ik een paar docenten die helemaal klaar met mij zijn. Ja, dat vind ik toch wel jammer. Dus ik heb een tussenjaar genomen. Ik moest ook een vak inhalen. En toen dacht ik, oké, dit, kom op. Nu moet het gewoon gaan lukken. Maar ja, ik ben altijd zo bezig geweest met, oké, iedereen moet het oké vinden. Het moet goed gaan. Ik moet iets afmaken. Maar ik was erin helemaal vergeten waarom ik de dingen deed die ik deed. Of wat ik nodig had. Dus ik ben met mensen gaan praten. Uit het werkveld, ook buiten het werkveld. Mensen die me kenden, mensen die me niet kenden. Ik ben in de horeca gaan werken. Ik dacht, dan krijg je die babbel een beetje terug. Want die mensen die bij jou koffie bestellen, die boeit het echt helemaal niks hoe jij je dag hebt. Die willen gewoon nu een koffietje hebben. Nou, dat ging me eigenlijk best wel goed af. En zo gaandeweg ben ik erachter gekomen van, hé, ik ben nu wel dingen aan het doen die ik eigenlijk niet wil. Want uiteindelijk ligt mijn passie bij het fantaseren van vroeger en een beetje mensen helpen. En toen viel het kwartje, toen dacht ik, hé, wacht. Dit is eigenlijk wat al die mensen altijd tegen mij zeiden. Diet, waar ben je mee bezig? Je doet alles voor ons. Maar wat wil je zelf? Want niemand zit op jou te wachten. Het is niet als je klaar bent met je studie dat de maatschappij denkt, hé, kunstenaar. En toen viel het kwartje. En wat daar echt mijn grootste les uit is geweest, en daarom zeg ik ook dat je eigen expert bent, dat uiteindelijk kun je zelf het best bepalen wat je nodig hebt. Maar ja, ik vertel net dat het mij niet lukte. Nee, dat is ook logisch, daar heb je ook anderen voor nodig. Dat is waarom ik heel erg geloof in de kracht van de grote vriendelijke reus. En het maakt niet uit wie dat is. Daar hoef je ook niet voor geleerd te hebben. Want in mijn geval waren dat, toen ik klein was, de bemoeizuchtige moeders. Aan tafel, na school, als je zat te eten en ik zei, ja, het gaat goed. Ja, maar hoe gaat het echt niet? Ja, het gaat goed. Ja, oké. En verder, en een beetje daarover praten. Maar het was ook de wiskundedocenten die weer die rekenmachine zag vliegen, die ook wel wist dat ik allemaal 4 had, maar die zei, Diet, wat heb jij nodig om over 3 weken wel een 5,5 te halen? Want ik heb je alles al verteld. En het was de docent aan wie ik dus 3 jaar lang echt een bloedhekel heb gehad, die tegen mij zei, ik zit echt niet op jou te wachten op deze manier. Ik ga jou zo niet helpen. Wat wil je weten? Nou, ik heb in 2018 mijn diploma gehaald als grafisch ontwerper met 3 achten. Lekker bezig. En naast mijn praktijk ben ik nu ook werkzaam als jongerencoach. En waar ik zelf heel trots op ben, is dat ik dit verhaal kan gebruiken op het moment dat ik met iemand te maken heb. En dat is een opdrachtgever die een campagne wil. Maar het kan ook een jongere zijn die een soort van arbeidstest heeft gedaan. Hier, dit moet ik worden. Maar daar voel ik me niet snank bij, help mij. En bij beide zeg ik, yo, waarom wil je met mij praten? Ik weet het ook niet. Kijk, dat ik je dingetjes kan vertellen waar je wat van leert, of dat ik je een kant op kan sturen, dat is prima. Maar jij moet je vraag formuleren, zodat ik hem kan beantwoorden. En daarmee wil ik hem afsluiten, dat ik nu eigenlijk durf te zeggen dat ik mijn eigen grote vriendelijke reus ben geworden. Dankjewel. Thank you.